Die zand sinds vrijdagavond mis oktober. Nu is het rimpelpop. Daar ben je toch eigenlijk veel te jong voor, of nee? Ja, maar ik heb wel al een beetje lachrimpeltjes gekregen met die dagen. Ja? Ja. Wieso lachrimpeltjes? Heb ze wel geslopen dan nog? Een beetje geslopen, maar vooral heel veel gelachen met de lui en alleen maar genoten. Ja. Moest ze ook niet gewoon dansen dadelijk met die oude luikjes? Ik hoop dat ze mijn leidje kunnen draaien en dat ze een beetje met gaan doen. Moesten ze niet eigenlijk uit, achter de deur uit halen en dan hoppa, lekker met die luikje gaan dansen? Ik denk dat ik dadelijk eens gewoon vraag of ze mijn leidje kunnen draaien en dat ze allemaal rechtop komen staan en dat ze samen met mij gaan dansen. Wordt die vriend dan niet jaloers, denk ze? Nou, dat denk ik niet. Maar we weten, want er zitten wel een paar schone manslui door dat tasje vandaag. Dames en heren, wat zit er een vreugd? Of is dit een petit vreugd? Voor ons is het echt heel vreugd nog gisteravond. Kun je nog een keer denken? Ik denk het wel. Voor de vrouw die vindt het fantastisch. Voor mij is het iets minder, maar vrouw vindt het fantastisch. Dus we komen nog wel lekker terug. Zie je, ik heb rimpelen. Dat is de vrouw niet. Geen rimpelen dus? Ja, dat is allemaal goed. Dat plus? Ja. Wat vind je het leukste aan rimpelpop? De muziek, hè? Ja, dat is echt geweldig. Ja. Hoe kun je precies voor welke artiest? Nee, bepaald voor een bepaald artiest, nee. Van Melgoop, ik zoek die zonschine. Ik denk ik hem aan de schoot. Toch, voor het bier met ademloos. We zien nog die schaten en die clubs die ze staat. Dat is onze nacht, die vuur ons.
ze komen wel wat slits, toch? Is Beppie het beste dan? Ja, dat vind ik wel waar, maar ja. Nou, zit je geen fan van Beppie? Soms wel, ja. Want ik heb me extra de cd gekocht van in de hemel. Tegen Beppie Kraft. Zonder Beppie Kraft gaat het eigenlijk niet door, hè? Want die brengt de stemming erin. En laten we komen dan! Wist ik al hier geweest? Alle dagen. Vier? Drie? Vierde dag? Dat is een net gek jonkie voor Rimpelpop. Nou, na vier dagen heb ik denk ik genoeg rimpels gekregen om hier vanavond aanwezig te zijn. Ja, alle artiesten vind ik zo leuk dat op Rimpelpop. Beppie Kraft in de ja? Ja, echt heel leuk. Maar stel dat Beppie Kraft niet meer komt, hebben we dan nog op Oktoberfeest zitten? Ik denk het niet. Nee, dat is de sfeer waar ik ga. Dus denk ik het Rimpelpop. Dat heet je toch veel te jong voor, kom op. Ik ben 60. Ja. En ik kom op en ik ga worden. Ja. En ik ben geboren in Zwitserland.